Sportliefhebbers, nogmaals een hele goede avond en hartelijk welkom in het Arnhem-Omeelde-stadion. We hadden vandaag de 16e wedstrijd in deze Superliga. Een wedstrijd tussen Koninklijke Voetbalclub Desselsport en Royal Voetbalclub Liège. We gaan even napraten en we hebben hier bij ons de twee trainers voor Dessel, Patrick Witters, en voor Luik, Dante Brogno. We gaan de tegenstrever eerst aan het woord laten. Petit résumé de match. Félicitations à Dessel pour la victoire. Il n'y a que les buts qui comptent dans le football. Mais on a eu une première mi-temps avec 30-35 minutes où on a mis un gros pressing et une pression sur Dessel. Et on a automatiquement réussi à marquer deux très beaux buts. On a une troisième possibilité. Et puis Bangoura se blesse. Et là, on doit un peu modifier l'idée de jeu et on a perdu, je dirais, le premier coup dur, c'est la perte de Bangoura sur blessure. Et le deuxième tournant du match, c'est les deux occasions de Mouchamp pour faire 1-3 face à face avec le gardien de but. Et puis après, on savait très bien que Dessel allait mettre une pression et jouer beaucoup sur le côté gauche. Parce que, ben voilà, avec des longs ballons sur le côté gauche, pour l'extérieur gauche, c'est toujours. C'est toujours dangereux et ça s'est passé comme ça sur le premier et le troisième but. Donc voilà, on doit féliciter Dessel. Ok, merci. Ja, Patrick, de tweede helft was de kentering. Ja, goedenavond. Ik denk dat we niet slechter aan de wedstrijd konden beginnen. Ik denk dat de eerste kans van Luik ging er mooi binnen. Eerste hoekschop van Luik ging er ook mooi binnen en dan sta je 0-2 achter na 10 minuten. Dan heb je goede intenties om die wedstrijd te spelen, maar dan sta je wel na 10 minuten 0-2 achter. Dan loop je achter de feiten aan. Ik denk dat we daar even moesten van bekomen. Het uitvallen van Bangoura was voor ons zeker was voor ons wel een verademing, want ik denk dat Bangoura op dat moment heel hard aan het wegen was op de verdediging. Ik denk na 20 minuten dat we de wedstrijd proberen in handen te nemen. Die intenties hadden we al vanaf minuut 1. En dan zijn we hoge pressing gaan spelen, gaan doorduwen. En dan scoren wij nog voor de rust. En ik denk dat dat een signaal was voor ons om nog de tweede helft er vol voor te gaan. Ik denk als je 0-2 de rust in gaat, dat een heel andere wedstrijd is. Nu scoor je de 1-2. Ik denk op dat moment misschien wel verdiend op dat moment. We hadden al een paar mogelijkheden bij ingespeeld. En dan duw je de tweede helft door. Op mentaliteit, karakter, fysisch. Dat is niet de eerste keer dat we dat de tweede helft doen. Ik denk 2 weken geleden was het ook zo. Dan maak je die 2-2 en dan weet je van oké, goed. Er zit nog iets in. Ik moet mijn jongens feliciteren, want ze hebben een 0-2 achterstand omgebogen naar een 3-2 winst. Dat is niet alleen op voetbalvermogen, dat is ook op mentaliteit, dat is op karakter, dat is op inzet, wil, alles. En dat stemt mij zeer tevreden dat die jongens dat nog kunnen opbrengen. Het is gewoon jammer dat we na 10 minuten nu 0-2 achterstand hebben, want die laksheid, ik wil het geen laksheid noemen, het is gewoon, het wordt dadelijk afgestraft als je daar onderaan staat. Maar de weerbaarheid die ze vandaag getoond hebben, daar doet mijn petje voor af. Ze werken er keihard voor, ze doen er alles voor. Vandaag 3 keer scoren, 3 keer 3 verschillende jongens, dat zijn voor mij positieve punten. Als je zo de winterstop kan ingaan, dan stemt u als trainer tevreden. En ik denk dat de jongens er ook zeer tevreden mee zijn. Dus ja, ik kan alleen maar blij zijn als trainer. Ik denk dat we vandaag een goede zaak doen. We pakken nu 9-9 in de laatste 3 partijen thuis. En dat maakt de nederlaag van vorige week weer goed. Dus ik denk dat we nu moeten genieten van onze rust. En dan stiltjes stap voor stap naar een nieuwjaar vooruit moeten kijken. Meer heb ik er niet over te zeggen. Ik vond het een leuke wedstrijd, het was een aangename wedstrijd. Als je dat positief kan ombuigen, dan moet je als trainer super tevreden zijn. En alle felicitaties naar mijn groep toe.
Het was dus een leuke wedstrijd. We hebben vandaag nog een leuke wedstrijd mogen meemaken. En gelijk gezegd, zo kunnen we rustig de winterstop ingaan. Kunnen de spelers een beetje rusten. Dan kunnen we allemaal een beetje bekomen. En met goede moed aan het tweede gedeelte beginnen na nieuwjaar. We danken u voor uw aandacht en tot volgend jaar.